Dat zijn de namen van. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het is echt met de Noorderzon vertrokken hier, hè? Ja, in één klap. De allerlaatste kampeerder vertrekt met de caravan naar de opslag. Zwaar teleurgesteld in de manier waarop de Nivon camping aan de Van Baarlestraat in Vlaardingen is opgedoekt. We vinden het allemaal ontzettend jammer dat dit op deze manier is geëindigd. In Schiedam rijdt buschauffeur John Bogaerts. Ook hij stond jaren met plezier op de Vlaardingse camping. Het was een hele aparte gemeenschap. Was het, voor allerlei pleimages zijn uitgezworven. De een is naar Stolwijk, de ander is naar Delftse Hout. Weer een ander zijn naar Schravenzanden gegaan, een paar mensen. En zelf? Ikzelf naar Oostvoorde, op een commerciëlere camping dan, dus dat is weer wat duurder. Dat kost je gauw 600-700 euro meer. Een directe buurman vreest voor de toekomst van de inmiddels verlaten camping en de monumentale boerderij. Kijk, die mensen die daar stonden, dat waren allemaal vaste mensen. Die ken je ook, die zeg je gedag. En dus dat is weg. En wat ga je dan terugkrijgen? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Donderdag draagt het Nivon alles officieel over aan de gemeente. Ik vind het heel triest. Ik vind als je hier kijkt, dan vind ik het heel triest. Een collega-vrijwilliger die is bij de poort gestopt, want die dorst niet meer het terrein op. Hij kon het niet aanzien. De meeste oud-campinggasten hebben een andere bestemming gevonden. Maar de verontwaardiging en de teleurstelling zijn gebleven. Het is een fantastisch fiasco. Het is onvoorstelbaar dat politiek zoiets laat gebeuren. Ze hadden nu nog gewoon inkomsten gehad als we er hadden gezeten. We moesten er gewoon af. En de reden was, we hebben geen onderhoud gepleegd. Dat heb ik de wethouder voor de tv zien te vertellen. En daar was ik bijzonder kwaad over. Nog steeds.